Voor Erics is het heel belangrijk dat we een samenwerking hebben met in Holland. En dan met name ook voor de opleiding Technische Bedrijfskunde. Studenten hebben nieuwe inzichten, nieuwe visie. En de opdrachten die ze doen hebben absoluut ook toegevoegde waarde. Van mijn studie heb ik het meest opgestoken van de projecten. En daarmee is communicatie belangrijk. Je gaat het presenteren, dus je wordt communicatief erg sterk. Het is in ons belang dat de opleiding goed aansluit bij de praktijk. En dat de processen in de luchtvracht steeds beter, efficiënter, slimmer worden. En daar heb je mensen voor nodig die kritisch kijken naar waarom doen we het zo en kan het niet anders, kan het beter. We hechten aan de samenwerking met In Holland om een aantal redenen. Het is leerzaam voor de student en het is voor het bedrijf ook heel nuttig. Ja, de kwaliteit van de Hogeschool In Holland verrast me in positieve zin. Welkom, dit is Q-Music. Ik heb de basis bij de MEM gekregen. En dat betekent hoe ik over dingen nadenk, hoe ik dingen analyseer, hoe ik werkstukken opstel. Wat je merkt aan Joske is dat Joske de theorie heel goed geleerd heeft, maar dat omzetten naar de praktijk is nog wel een stap. En dat heeft ze hier laten zien dat ze dat verbluffend goed doet. We verwachten niet van stagiaires dat zij meteen alles al kunnen. Maar wel dat ze actief zijn en dat ze bereid zijn om hun nek uit te steken. En bereid zijn om verantwoordelijkheid te willen dragen. Dat ze veel zelfstandig aan het werk kunnen. En dat ze ook echt een stap verder zijn op het moment dat ze de stage hebben afgerond. Vanuit het werkveld geven wij ook input richting Hogeschool in Holland voor allerlei opdrachten. En ook vanuit In Holland zien we ook allerlei vernieuwingen weer binnenkomen bij onze scholen. Allerlei opdrachten die de studenten krijgen. Ik ben op zoek naar duurzame activiteiten voor Duivenstein. Eigenlijk aan het kijken naar nieuwe kansen, nieuwe wegen om te benutten in de toekomst.